Goedendag en welkom bij het COVID-19 journaal. Zoals je ziet sta ik nu op het terrein van KKF, waar vandaag mijn leeftijdsgenoten gevaccineerd worden. Ja, je hoort het goed. Kinderen vanaf 12 jaar mogen nu al gevaccineerd worden met het Pfizer-vaccin. Kom met me mee, we zullen jullie laten zien hoe het eraan toe gaat. Hoe oud ben je? Ik ben Matthijs Samuel en ik ben 16 jaar oud. En waarom laat je je vaccineren? Het heeft een tijdje geduurd voordat ik een concreet besluit had over wanneer ik me wilde laten vaccineren. Ik heb heel wat mensen gesproken, ik heb met specialisten mogen spreken, ik heb met volksvertegenwoordigers gesproken, ook met sporters. Allemaal hun meningen en hun ervaringen rond het vaccineren meegenomen in mijn besluit. En nu ben ik in de gelegenheid eindelijk mijn deel te doen. Daarom laat ik me vaccineren. En ben je bang om gevaccineerd te worden? Het vaccineren niet zozeer hoor. Het is echt gewoon die prik. Ik ben niet zo van de naalden, maar ik heb mijn knuffel bij me, dus het komt goed. Als je gevaccineerd bent, wat ga je daarna doen? Ik ga waarschijnlijk even rustig zitten, kijken hoe ik me voel. En als ik me goed ben voelen, ben ik er vandaag nog de hele dag waarschijnlijk. Een beetje helpen waar nodig. En als ik me wat minder goed voel, dan ga ik naar huis en dan ga ik rustig ervoor zorgen dat het vaccin zijn werking kan doen. Weet je wel dat ook al je bent gevaccineerd, dat je aan de Mohana-regels moet houden, want je hebt mensen die nog niet gevaccineerd zijn. Thank you. Als gevaccineerde hoor je nog steeds te houden aan de Mohana-regels, inderdaad, omdat je als gevaccineerde nog steeds als vector kan dienen voor het verspreiden van het virus. Jij kunt als gevaccineerde in contact komen met iemand die het virus heeft en dan komen bij iemand die nog niet gevaccineerd is en zo die persoon toch besmetten met ernstige gevolgen. Mis jij het normale leven? Dus het leven waar je je vrienden brasas kan geven, je kan met ze spelen enzovoort, begrijp? Langzamerhand kunnen we teruggaan naar het normaal. Ik kan weer met mijn vrienden ontmoeten, dat kan weer fysiek. De groepen kunnen steeds groter. Maar we moeten, als we echt terug willen naar met elkaar bezig zijn zonder mondkap en elkaar weer omhelzen, dan is dit een van de grote stappen die we kunnen nemen om daar naartoe te gaan. En heb je tenslotte een boodschap voor mijn leeftijdsgenoten? Als ik een boodschap zou hebben voor mijn leeftijdsgenoten, dan zou het dus zijn dat ze precies zoals ik dat heb gedaan, al die informatie die hen ter beschikking is, dat ze die tot zich nemen. Dat ze gaan zoeken naar wetenschappelijk bewezen bronnen en dat ze zelf gaan overwegen en dat ze die keus bewust maken. Ik zou zeggen, vreselijk blij. Het is een beetje niet te beschrijven. Het is allemaal heel snel gegaan.
Maar het gevoel dat ik nu heb, gewoon wetende dat ik een stuk veiliger ben en dat ik anderen veilig hou, dat doet me heel veel goed. Oké, en was je nerveus? Ik heb zenuwen gekregen omdat iedereen om me heen zenuwachtig was. Maar ik zelf had alle kanten omdat ik mijn knuffel bij me had. Ik had Dinky bij me. Dus, Heeft dat dit een betekenis voor je? Heeft dit een betekenis voor mij? Tuurlijk, echt waar. Omdat ik de eerste mogen zijn en alle plechtigheid mogen bijwonen. Dat is allemaal heel tokenistisch. Inderdaad, het hoort erbij. En ik hoop dat die ambitie drijft, maar gewoon voor mezelf. Dat ik weet dat ik nu een stuk veiliger ben. Dat betekent niet dat ik me losbandig ga gedragen hoor. Maar het is een hele geruststelling. Weten dat als ik ziek mag worden, ik niet zo niet zulke zware symptomen ga vertonen. En dat het allemaal heel makkelijker overgaat. Ja. Ik ben gevaccineerd. Nu is het jullie beurt. Hoe heet je? Hoe oud ben je? Ik heet Jesu Irona en ik ben 15 jaar oud. En nu dat jij gevaccineerd bent, hoe voel je? Oh, ik voel me goed. Een stukje vrijer. En ja, het is nodig om het COVID-virus te bestrijden. Waarom ben je gevaccineerd? Omdat bijvoorbeeld als iemand, zodat ik eigenlijk niet ziek word. Want als je naar de cijfers kijkt, de statistieken, gaan toch wel veel mensen dood en het virus is er. Waarom heb je je laten vaccineren? Het is hoe de verandering gaat komen in de samenleving. En natuurlijk ook immuun zijn is heel belangrijk. Ja. Hoe belangrijk is het vaccineren? Vaccineren is heel belangrijk, want zo alleen gaan we weer naar een gewone samenleving komen en ja, dan kunnen we weer naar ons normaal leven gaan. Heb je tenslotte een boodschap voor de gemeenschap? Zeggen? Een boodschap. Iets ga vaccineren. Yeah. U bent vandaag in KKF. Wat is de bedoeling dat u hier bent? Nou, ik heb vandaag mijn kinderen gebracht om te vaccineren. Wij willen allemaal terug naar het nieuwe normaal. En dan heb je twee keuzes. Of je bent deel van de oplossing of je bent deel van het probleem. En ik wil hierbij iedereen motiveren om deel te zijn van de oplossing. Let wel, ik respecteer de meningen van de mensen die nog niet bereid zijn om te vaccineren. Maar het is aan ons de taak om de mensen te overtuigen. Want alleen dan gaan we terug naar het oude normaal. En in dat kader heb ik ook mijn kinderen onder de 18 gebracht om te prikken vandaag. Hoe belangrijk is het vaccineren? Ja, heel erg belangrijk. Het is de oplossing, tot voorlopig de oplossing om terug te gaan naar onze oude gewoontes. Is de minister gevaccineerd? Ik ben volledig gevaccineerd, al maanden geleden. Thank you. Yes. Heeft u een boodschap? Nou, nogmaals, wat ik al met betrekking tot COVID, wat ik al continu herhaal. Kom vaccineren. En als je nog niet overtuigd bent om te vaccineren, is dat ook geen probleem. Maar onderzoek, kijk wat het beste voor je is. Probeer niet alleen voor jezelf te vaccineren, maar ook voor je omgeving. Ik sta vandaag hier met de minister van Volksgezondheid, minister Amar Ramadan. Minister, ook voor u hebben een paar vragen. Waarom mogen de kinderen vanaf 12 jaar zich nu pas laten vaccineren? Ja, de kinderen van 12 jaar mogen zich gelukkig nu laten vaccineren. Omdat voorheen we vaccins hadden in Suriname die nog niet geschikt waren, nog niet volledig goedgekeurd waren voor het gebruik onder de 18 jaar. Pfizer is het eerste vaccin die goedgekeurd is voor kinderen, voor gebruik bij kinderen vanaf de leeftijd van 12 jaar. Dus eigenlijk een ieder, niet alleen kinderen, een ieder boven de 12 jaar mag Pfizer vaccin gebruiken. Hoeveel kinderen kunnen gevaccineerd worden? Kijk, Pfizer vaccin hebben wij gehad als een donatie uit Amerika via de CARICOM. En wij zijn berekend voor 540.400 doses. Dat betekent, en je weet, bij Pfizer moet je 2 prikjes nemen. Met een interval van 4 weken of 3 weken. En je kan dus totaal kunnen wij 270.000 personen kunnen gevaccineerd worden met de donatie die we hebben gehad. Waarom moeten kinderen zich ook laten vaccineren? Oké, dan moet je eerst begrijpen waarom is vaccineren belangrijk.
alle kinderen zijn tot alle, de meeste kinderen, laat ik het zeggen, we hebben een dekking van 97% ongeveer in Suriname. Alle kinderen zijn gevaccineerd, al deze kinderen zijn gevaccineerd tegen kinderziekten. Je kent het, het beeld waarschijnlijk bij de consultatiebureaus, waar kinderen baby's gaan voor prikjes en al dit zijn allemaal vaccins. Waarom? Omdat vaccineren beschermt je tegen infectieziekten. En een kind heeft nog een lage immuniteit, lage weerstand. Het is belangrijk om het kind te vaccineren. Waarom moet een kind nu gevaccineerd worden tegen COVID? COVID is ook een infectieziekte. COVID wordt overgebracht door een virus, waarvoor het ziektebeeld ontstaat. De symptomen door een besmetting met een virus. En dat virus, als je het krijgt in het lichaam, word je ziek. Maar als je een spuitje neemt, een prikje, een bescherming tegen het virus, kan het virus wel in het lichaam komen. Maar als je gevaccineerd bent, is je lichaam al erop voorbereid. Dus als, je kan ervoor kiezen om te zeggen, je kan zeggen, ik neem het prikje niet, ik wil liever die ziekte, maar dan weet je niet wat er gaat gebeuren. Maar als je het prikje neemt, wordt je eventjes lichaam wordt even voorbereid op een lichte besmetting, waardoor je feitelijk dan weer weerstand opbouwt, immuniteit opbouwt. En als je ooit besmet raakt, gaat je lichaam het herkennen en dan word je niet zo ziek. Dat is het verhaal achter het vaccineren. Bent u als minister ook blij met deze stap? Ik ben blij met deze stap, deze ontwikkeling. Omdat het is heel belangrijk dat we hiermee onze bescherming geven, de bescherming geven onze jeugd. Je weet het altijd, zeggen we allemaal, alle politieke leiders, alle mensen zeggen, de toekomst van morgen ligt bij onze jeugd. En de jeugd is hier nu in staat om zichzelf te beschermen. En met die bescherming kunnen we ook onze toekomst redden. Dus ik ben heel blij, want we mochten geen zieke jeugdbevolking hebben, of besmette jeugdbevolking, want dat kan later gevolg hebben voor onze natie. Minister, heeft u tot slot een boodschap voor mijn leeftijdsgenoten? Mijn leeftijdsgenoten? Ja, ik wil zeggen aan alle jongeren, je bent zeer geliefd bij ons als regering. Wij willen elke Surinamer beschermen. Het liefst zou ik elke baby die geboren is willen beschermen. Maar dat mag nog niet. Dat kan even nu nog niet. Maar wat we wel nu kunnen doen is dat we de hele groep 12 plus in Suriname, tot de oudste persoon vanaf 12 jaar, willen wij aangeven. Er is genoeg vaccin. U moet zich komen laten inenten. Beschermen tegen deze gevaarlijke ziekte die de hele wereld teistert. Wij zijn niet de enige als Suriname die te maken hebben met een golf, die met een pandemie te maken hebben. We hebben al 3 golven achter de rug, nu hebben we de 4e golf. Ik praat tot alle ouders. De ouders, die houdt van uw kind. We zien besmettingen ook onder kinderen. Er zijn honderden kinderen besmet geweest sinds we COVID hebben in Suriname. Onderschat het niet. Het lijkt misschien op een eenvoudige griep, maar in enkele gevallen kan het ook fataal overkomen en fataal aflopen. Dus ik zou zeggen, met die bescherming heb je wat meer garantie. Als je ooit ook, want kijk, ik vind het niet leuk. Ik heb ook een kind van 3 jaar. En als ik ergens ga op een setje, op een meeting, en ik moet mijn kind meenemen. En ik zit daar beschermd. En mijn kind, je weet hoe het is, kinderen kunnen moeilijk die mohana ophouden. Ze halen het weg, want ze worden moe. Dan is het voor mij ook vervelend, want dan heb ik een schuldgevoel. Ik loop daar rond, maar ik weet niet als mijn kind besmet raakt. Straks wanneer die kleinere kinderen gevaccineerd kunnen worden, ga ik mijn kind ook brengen om te vaccineren. Dan kan ik met een beetje vertrouwen, met wat meer zekerheid rondlopen. Dus ouders, ga niet zomaar lichtzinniger mee om. Er is nu gelegenheid, precies zoals u die bescherming hebt genomen. Al die 328.000 prikjes die zijn gezet, zijn bij volwassenen gegaan. Precies zo, ik verwacht dat elk ouder daarmee hun kind ook laat vaccineren. We hebben ook een paar vragen aan dokter Filemon. Dokter Filemon, bent u blij dat vandaag gestart is met het vaccineren van mijn leeftijdsgenoten? Ja, goedemorgen. We hebben heel lang op dit moment gewacht. Omdat we hebben gemerkt in de afgelopen tijd dat er ook heel veel jonge mensen besmet raakten. En ook vaak ook zorgden voor de verspreiding van. En ook de jonge mensen ook vaak heel erg ziek werden. Dus het is superbelangrijk dat we ook deze groep van de samenleving, deze leeftijdsgenoten, zoals je het zo mooi zegt, ook beschermen tegen het virus. Kunnen kinderen alleen vandaag zich laten vaccineren?
Nee, natuurlijk niet. We zijn vandaag gewoon gestart met het vaccineren. Dus de officiële launch, daar waren alle speeches. En de eerste mensen die gevaccineerd zijn geworden, met het Pfizer-vaccin natuurlijk. En voor de komende maanden mogen ze zich hier dagelijks melden bij KKF, vanaf 8 uur 's morgens. Heeft u gemerkt dat de kinderen enthousiast zijn om gevaccineerd te worden? Ja, in zekere mate wel, want je weet, kinderen houden meestal niet van prikjes. Maar, en soms volwassenen ook niet. Maar de rij was vanmorgen al heel vroeg heel lang. En er is nog steeds een rij, een mooie aanloop van mensen. Mensen die elkaar ook stimuleren als je social media mag volgen. Dat ze willen prikken, ze bellen, ze vragen, ze stellen hun vragen op de website. Dus er is een zekere mate van enthousiasme heb ik wel gemerkt onder de jongeren. Kunnen er net als bij andere vaccins ook bijwerkingen zijn? Zo ja, welke bijwerkingen? Ja, bij alle vaccins die we gebruiken en die ook in de wereld zijn, zijn er zekere mate van bijwerkingen. En ze zijn jammer genoeg niet leeftijdsgebonden. Dus ook kinderen kunnen er last van krijgen. Als we ook baby's vaccineren, krijgen die ook vaak koorts. Ze zeggen wat lichaamspijn is, een beetje kribbig. En ook zo bij tieners, ook zo bij volwassenen, ook zo bij oudere mensen. Kan dat. Dokter Filemon, doet het prikje pijn? Zo, ik heb eigenlijk niemand horen klagen over. Vaak genoeg beneden ze zich voor. Sommige kinderen pakken hun telefoon om een selfie te maken. En voordat ze die selfie goed hebben gemaakt, is de zuster al klaar met prikken. Dus mag ze misschien zelf ook vragen als ze pijn hebben gevoeld. Alles is heel erg, heel dun. Dus ze merken er echt niks van. Wat moeten de kinderen doen als ze gevaccineerd willen worden? De eerste moeten ze het aan hun ouders vragen. Want onder de 18 jaar hebben ze toestemming van hun ouders nodig. Daarvoor zijn er speciaal ontworpen formulieren die ze hier bij de poort kunnen krijgen, maar ze kunnen het ook printen via de NCT-website, waardoor ze dat niet hier hoeven te komen invullen. Ze vullen dat in, tenminste één ouder of voogd moet dat tekenen en moet met dat minderjarig kind ook naar hier te komen. Als het kind niet kan, als een van die ouders niet kan, ze in het buitenland, moeten de ouders ook, of het voogd moet een machtiging daar hebben, dat een volwassen persoon. Het kind brengt om te komen prikken. Heeft u tenslotte toch een boodschap voor de kinderen die misschien bang zijn en nog twijfelen? Prikken zijn altijd eng. Maar ik kan ze verzekeren dat ze er heel weinig of helemaal niks van gaan merken. Als ze dit prikje komen halen, het gaat zo snel. En als je mij niet wil geloven. Op TikTok, op YouTube en alles hebben die kinderen al hun video's en hun foto's geplaatst. Op Facebook ook en Instagram. Over hoe je prikje was, hoe je ervaring was. Dus zoals ze aanraden, vraag het ook aan je leeftijdsgenoten. Neem het niet van de dochter aan. Vraag het aan je leeftijdsgenoten hoe het voor hun is geweest. En dan kan je samen met je ouders de beslissing maken wanneer je komt. Oké, dan was dat het voor het COVID-19-journaal. Je hebt zelf gezien hoe belangrijk het vaccineren is. Als je weer met je vriendjes buiten wilt spelen, je oma's en je opa's brazas wilt geven, noem maar op, dan moet je snel gaan laten vaccineren. Ik ga me laten vaccineren. Oh, en vergeet niet, we gaan naar regels.